Goeiedag allemaal, mijn naam is Rob Nullers en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je ziet ben ik vandaag niet aangekleed in mijn viskleren. Ik ben me niet aan het voorbereiden buiten, ik ben niet met een hond aan het spelen omdat ik s'avonds ga vertrekken om te gaan vissen, maar ik ga wel iets anders doen vandaag. Vandaag heb ik een afspraak bij mijn tattooartiest Linde Wildchild. Ik ben dus vandaag ingepland om tussen de 6 en 8 uur denk ik op de pijnbank te liggen. Ik heb al tattoos van Linde in het verleden en vandaag heb ik een afspraak voor 4 tattoos. Dat is niet zomaar dat ik dat doe. Ik ga u eventjes laten zien hoe dat mijn reis in het zetten van tattoos is gemaakt. Ik ben al 12 jaar lang eigenlijk gebeten door de vismicroben. En ik heb na 3 jaar nadenken, toen ik in Gent op kot zat, heb ik van mijn 19 tot mijn 22 nagedacht over het zetten van mijn eerste tattoo. En ik wou altijd al een snoek, omdat snoek mij het meest gegrepen heeft. En zoals je kunt zien, heb ik die snoek laten zetten bij een tattooartiest genaamd Jan Willem Tattoos. Hij heeft projecten in zijn eigen stijl, maar hij heeft ook projecten in All My Other Stuff. En mijn broer had daar zijn een tattoo laten zetten van een inktvis. En ik vond dat zodanig cool en zodanig goed gezet, dat ik aan hem de vraag had gesteld van, kijk, ik wil een snoek, ik wil die super gedetailleerd, maar ik wil die wel eerst bespreken voordat ik die op mijn lijf laat zetten, want natuurlijk een tattoo, dat is onomkeerbaar, maar omdat die microbe mij zo gebeten heeft, wou ik echt heel graag een tattoo waar ik gewoon naderhand ook trots op kan zijn. En uiteindelijk heb ik die tattoo laten zetten toen ik nog in mijn vorig verleden bij de viswinkel werkte in Diest. Ik was ook heel tevreden van die tattoo, maar uiteindelijk, ja, ik dacht dat mijn eerste tattoo ging blijven en ook gewoon mijn laatste tattoo. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om elke vis die een soort van verandering heeft gemaakt in mijn leven, zoals snoekvissen, dat is enorm. Dat is gewoon mijn leven geworden nu. Dus ik ben daar enorm blij mee met dit tattoo. En sinds 2 jaar terug ben ik meer op meerval beginnen vissen. En ik vond dat echt zodanig vet dat ik gewoon ook heel graag een tattoo wou van een meerval. En misschien zelfs, toen had ik al het idee om het uit te bouwen naar een tattoo sleeve, een fish sleeve op mijn been, zal ik maar zeggen. En dus wou ik gaan kijken om misschien terug naar die tattooartiest te gaan. Nu, een tijdje geleden zag ik al sinds 10 jaar terug bijna, zag ik van een goede vriend Nathan, die had al tattoos van mijn Linde. En doorheen de jaren is Linde echt enorm goed geworden in haar tattoowerk. En heb ik aan haar gevraagd of zij het zag zitten om een meerval te tatoeëren bij mij. Ik heb haar een soort van tekening gegeven waar zij haar eigen draai aan heeft gegeven. Ze heeft daar dot art in verwerkt en ik was er gewoon enorm tevreden mee. Heeft ze die meerval ook gezet. En uiteindelijk heb ik toen een afspraak gemaakt bij Linde om ook nog een driedoornige stekelbaars te tatoeëren. Nu, ik vis niet op stekelbaars, dat zijn super kleine visjes die uiteindelijk, dus ik vond het gewoon een hele vette tekening. De tekening kwam van een Duitse tekenaar. En ik heb die eigenlijk een berichtje gestuurd op Instagram van, kijk, ik vond uw tekening super vet. Mag ik die gebruiken voor als tattoo te laten tatoeëren in de eigen stijl van de tattooartiest? En hij vond het enorm leuk dat ik het vroeg. Want als je een tekening neemt van iemand anders en je laat die gewoon kopiëren op je lijf, dan ben je eigenlijk plagiaat aan het plegen. Je pakt iemand anders zijn ontwerp zonder dat te vragen. Dus ik probeer altijd, als ik een bepaald idee heb van een tattoo, probeer ik om die persoon, die artiest, aan te spreken van, kijk, ik wil dat heel graag als tattoo. Dat is voor hun ook een compliment als je hun tekening of tattoo wilt tatoeëren. Natuurlijk wil ik altijd dat de tattooartiest, nu Linde Wildchild, dat zij haar eigen draai eraan brengt. En dan heb ik tot nu toe eigenlijk die 3 tattoos verzameld. Maar uiteindelijk, ik weet waar ik naartoe wil. Ik wil een verzameling van alle vissoorten die voor mij een beetje een verandering hebben gebracht. Vandaag ben ik me aan het voorbereiden op het feit van, kijk, we gaan vandaag 4 tattoos tegelijkertijd zetten. De eerste twee tattoos zijn nog een snoekbaars en een baars. Die hebben voor mij ook een natuurlijk net zo, niet zo veranderend als snoek. Maar baarzen zijn gewoon prachtige rovers. En snoekbaarzen, ja, die aanbeten, de actie, zijn gewoon super vet, dus die verdienen allebei een plaatje in de fishleaf. En de andere 2 vissoorten zijn 2 vissoorten die ik heb leren kennen in Zweden. En dat is een vlagzalm en een
bruine forel. En die bruine forel was enorm speciaal, omdat we die bruine forel in Zweden hebben gevangen op Twitch baits. Dat was enorm vet. Dus die bruine forel wou ik sowieso. En die vlagzalm, die heb ik, ontwerp heb ik van Linde al gekregen. Dat is super vet, dat gaat heel gedetailleerd zijn. Dus ik ben eens benieuwd wat vandaag gaat brengen. Nu, als je tegenwoordig op internet gaat kijken, ja, vis-tattoos. Je typt vis-tattoos of fish-tattoos. Meestal kom je bij die fish-tattoos altijd uit op, ja, wat is dat? Dat zijn koi's of dat zijn ja, andere heel begraaide vissen. Dat is allemaal zo, ofwel is dat heel subtiel, twee koi's die zo gelijk yin en yang bij elkaar zwemmen. Dat is niet mijn type stijl van tattoos, maar uiteindelijk zijn er heel weinig realistische vis-tattoos. Of heel weinig waar dat ik van weet. En daarmee ben ik eigenlijk op het idee gekomen om een soort van fishleaf voor mezelf te zetten op mijn rechterbeen, op mijn rechteronderbeen. Normaal gezien moet het daar ook blijven, maar we zullen zien wat het daar geeft. Nu uiteindelijk, als je gaat kijken, ja, fish-tattoos, misschien in het Engels gaat die iets meer zijn. Nu, er zijn heel coole ideeën, bijvoorbeeld deze, dat is echt super vet, van een koi die verwerkt is in een bloemenwerk. Dat zijn hele mooie tattoos, maar dat is niet mijn stijl. Ik wil het heel realistisch houden. Je hebt ook tattooartiesten gelijk, die zet American Traditional. Dat zijn heel veel vissen die gezet zijn. Fish tattoos, American Traditional. Dat is een heel typerende stijl, maar dat is ook niet mijn soort stijl. Mijn broer bijvoorbeeld, die vindt dat heel chic, American Traditional. Nu, ten eerste, dat is kleur, dat wil ik al helemaal niet in tattoos, omdat dat, ja, dat vervaagt. Als zwart-wit vervaagt, dat is niet zo erg. Maar als gewone kleuren vervagen, vind ik dat wel jammer. Nu, er zijn ook heel coole American Traditionals. Bijvoorbeeld deze bass is enorm chic gezet. Er zijn tattooartiesten die kunnen dingen waar dat, ja, mensen... Like deze musky, dat is enorm, ja, dat is mooi, maar ik zou het zelf niet op mijn lijf zetten. Uiteindelijk, er zijn hele chique snoektattoos gezet al in het verleden. Een deel daarvan, die zijn realistisch, een beetje maar zwart-wit. Er zijn heel veel verschillende stijlen, maar er zijn ook enorm veel lelijke tattoos gezet. Bijvoorbeeld deze, ik vind die zodanig, ja... simplistisch, dat is precies een kindertekening. Voor die mensen, no offense naar die mensen toe, maar uiteindelijk, het is en blijft iets wat voor de rest van je leven op je lijf staat. Ja, voor de ene zal dat wel een mooie tattoo zijn, maar ik vond dat bijvoorbeeld enorm belangrijk. Als ik een tattoo zet, moet dat gewoon ook een beetje respectabel zijn, dan moet er een beetje mooi uitzien. Tattoos, daar gaat ook gewoon een gigantisch prijsverschil in zijn. De ene tattooartiest betaalt je voor de naam van de tattooartiest. Maar dat betekent niet dat een andere tattooartiest die minder naam heeft, dat die ook gewoon slechter gaat tatoeëren. Die kan zijn dat hij even goed tatoeëert, maar dat je minder geld moet betalen. Dus het is heel belangrijk voor een dat je naar een tattooartiest gaat, dat je gewoon echt weet van, dat is die persoon zijn stijl. Je stuurt met die persoon. Dat is een proces waar je langer over moet nadenken. Je krijgt altijd je ontwerp 1 week of zo op voorhand. Dat je weet van, kijk, dat gaat er waarschijnlijk op komen. Ze plakken dat op je. Dus dat kan groter, dat kan kleiner, dat kan een andere hoek. Gewoon dat je... Ja, het is iets wat voor de rest van je leven op je blijft staan. Dus nadenken is enorm belangrijk. Ik heb dat enorm lang gedaan voor mijn eerste tattoo. Maar op den duur weet je van, ik wil die richting uit. En... ik heb nu beslist na mijn derde tattoo van kijk, ik weet waar ik naartoe wil gaan. Ik ga dus zelfs vertrekken naar Linde. Ik ga voor 4 tattoos, omdat ik niet elke keer 1 tattoo wil zetten en dan weer 6 maanden wil wachten. Er is wel een redelijke wachtrij bij Linde, maar een wachtrij betekent ook dat de tattooartiest gewild is. Dat er veel afspraken zijn. En dat is een goed teken, want als jij bij een tattooartiest bijvoorbeeld gaat aankloppen van de dag ervoor, zei eigenlijk wel mooi een tattoo, oh ja, het is goed, kom maar langs. Ja, dat betekent niet die per direct dat een slechte tattooartiest is, maar als er een wachttijd is, betekent, er zijn veel mensen die daar een tattoo willen zetten, je wacht op het product wat je wilt en het product is goed. Dus uiteindelijk, die wachttijden, die zijn er voor om te zeggen van kijk, jij moet geduld hebben. Je gaat nadenken over die tattoo. Moest het zijn dat je helemaal niet zeker bent, dan is die wachtperiode dat je aan het wachten bent op je tattoo ook goed.
Want dan kan het zijn dat je zegt van ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Dan heb je daarover nagedacht, dan zet je het er niet en dan gaat je na dat ook geen spijt hebben. Dus dat heb ik bij de eerste tattoo enorm lang gedaan. En eens dat je weet dat je meerdere tattoos wilt, dan hoef je daar niet meer echt over na te denken. Gewoon na te denken over hoe dat je de tattoos gaat zetten. En ik heb dan beslist van kijk, ik wil er nog 4. Dan heb ik 7 vissen op mijn onderbeen. En dan denk ik dat de plaats op gaat zijn. Maar we gaan dat straks bekijken. Ik neem jullie sowieso mee naar de winkel. En dan zie ik jullie zo meteen. Yo! Dus, hoe het vooral loopt bij het zetten van een tattoo is als volgt. Linde heeft op voorhand een ontwerp gemaakt en deze wordt nu een klein beetje aangepast op de afdruk zelf. Hierna wordt er een blueprint overgeplakt en door een soort lamineermachine gestoken. Dit creëert een blauwe sticker, weliswaar, die op de plaats geplakt wordt waar de tattoo gaat gezet worden. Omdat ik 4 tattoos in 1 keer laat zetten, is het een beetje puzzelen vooraleer alle ontwerpen op mijn been staan. Na wat puzzelen, spiegelen van een van de tattoos, hebben we een volgorde van hoe ik de tattoos op mijn been wil. Deze gaat ook heel cool zijn met die bolletjes. Het zetten van tattoos wordt gedaan met uiterste concentratie, superstabiele hand en conversaties over de huisdieren, kindjes en uiteraard vissen. Ze zeggen altijd dat als je een tattoo laat zetten, dat hier een reden achter moet zitten. In mijn geval is dit zo, omdat ik 90% van mijn vrije tijd spendeer aan het vissen, filmen, video's maken, vistripjes voorbereiden, de boot klaarmaken enzovoort. Ik vind persoonlijk dat als je een tattoo laat zetten van een bepaald onderwerp dat niet 100% een betekenis heeft, maar jij gewoon mooi vindt om te laten tatoeëren, dat iedereen dit voor zichzelf moet kunnen beslissen. Uiteraard ben jij diegene die voor de rest van je leven moet kijken naar dit kunstwerk. Mijn mama zei laatst nog, wat als je oud en versleten bent en er dan van die tattoos op je lijf staan? Dan heb je er waarschijnlijk spijt van. Natuurlijk is er nog altijd een leeftijdsverschil en worden tattoos meer en meer aanvaard door de maatschappij. Maar er is zeker en vast nog werk aan de winkel. Ik denk dat over 30 jaar ik enorm trots ga zijn op de tattoos die ik nu heb laten zetten. Het is een aparte hobby die nog niet zo gekend is bij vele mensen, maar de uren die ik erin steek, de vrienden die net als mij dezelfde passie hebben, de extreem hoge punten, maar ook de zware tegenslagen die hierbij kunnen komen kijken. Een leerschool waarbij ik niet alleen op vlak van hengelsport, maar ook leer relativeren en geduld kreeg door bezig te zijn in de natuur en met vissen.
Na een kleine 5 uurtjes is het tijd voorbij gevlogen en staan 4 tattoos op mijn been. Ik kijk naar het resultaat en ben direct enorm tevreden over hoe de nieuwe tattoos een geheel vormen samen met de oude. Ik wil Linde enorm bedanken voor het zetten van deze prachttatoeages. Check zeker en vast haar Instagram Linde Wildchild, waar zij haar andere prachtwerken regelmatig post. Er is nog 1 kleine plaats achter op mijn kuit, waar nog een plekje vrij is voor eventueel een andere vis in de toekomst, maar hier zit zeker en vast geen haast achter. Bedankt voor het kijken van deze video. Dit is net iets anders wat jullie van mij te zien krijgen, maar variatie bovenop mijn andere video's is enorm leuk, zeker en vast als dit onrechtstreeks ook een beetje met onze prachtige hobby te maken heeft. Tot de volgende keer. Tattoo wordt ingedraaid en dan komt er enorm veel inkt nog vrij. Dus ik ga ze bieden met doekjes dat afdeppen. Maar nu eerst hem eraf halen. En dan kun je zien dat je echt al enorm veel inkt weg kunt doen. Dus we gaan eerst de biet dat mooi afdeppen en dan kan ik gaan douchen.